super, super, super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van mij. Nou, in deze video ga ik even een avondroutine maken voor jullie. Mij leek het wel weer leuk om het Kevin te doen en het is super lang geleden, dus mij leek het wel weer leuk. Maar ik ga lekker eens even douchen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik jullie mijn doucheproducten even laten zien wat ik gebruik voor het douchen. En wat ik na het douchen ga gebruiken, dat doe ik dan na het douchen laten zien. Maar veel kijkplezier naar mijn avondroutine. En ik gebruik ook altijd reinigingsmiddel van de Kruidvat. Het helpt super goed tegen puistjes. Dan moet je eerst zeg maar inzepen op je gezicht. En dan zeg maar afspoelen met water. Dan krijg je een schuimerige infect. En dan dat werkt gewoon heel goed. Nou, na het douchen doe ik ook altijd arganolie in mijn haar. Dus die gebruik ik ook. Dat is echt super fijn, want ik heb nogal droog haar en dan een krullig haar. Dus dan krijg ik meer volume in mijn haar. En deze Rexona deodorant gebruik ik altijd 's avonds. Dat ik nogal eerder heel erg zweette. En nu zweet ik minder door deze deodorant. Dat is veel beter. Want eerder rook ik echt heel erg naar zweet. En dat wil je totaal niet. Dus je moet wel goed ruiken. Ja, en ik gebruik Playboy douche gel. Die heb ik toen een keer van mijn verjaardag gekregen. Ik hou echt van Playboy knijp. Hoe heet dat ook weer? Regionals. Dat soort producten zijn echt lekker. En ook Dorf. Nivea, Fa, dat is ook altijd super lekkere merkjes. Nou, ik doe eerst altijd in mijn haren als ik ga douchen, doe ik altijd zilver shampoo in. En dan moet je dat 5 minuten laten intrekken. En daarna doe ik nog zilver shampoo van, zilver shampoo crème spoelen doe ik dan in. Die moet je dan ook 5 minuten in laten trekken. En daarna doe ik altijd nog André Lon. Dan krijg je meer glans effect, want ik heb best wel droog haar. En en krullig haar, dus dan krijg je meer glans in je haar. Deze gebruik ik altijd van André Lon. Of die blonde, die gebruik ik ook wel eens. Maar deze vind ik echt wel het fijnst. Dus ja, dat zijn mijn doucheproducten wel. Maar meestal doe ik ook altijd na het douchen een dagcreme, nachtcrempje op van de Kruidvat. Maar nu doe ik dus die reinigingsmiddel op, want anders wordt mijn huid te vet. Dus dan gebruik ik alleen deze na het douchen. Ik bedoel voor het douchen. Onder de douche bedoel ik. Nou, ik ga nu dus lekker even douchen. Ik zie jullie zometeen weer, dus ik ga natuurlijk niet filmen als ik ga douchen. Nou, ik ben nu klaar met douchen. Ik ben lekker fris en fruitig. Nou, mijn pyjama is van Hema. Het is een watermeloen pyjama, zoals jullie wel zien. Met mooie watermeloentjes op de broek. En hier is een tekst. Toppie toppie, helemaal klaar voor de avond. Oh nee, ik ben nog niet klaar voor de avond. Want ik moet mijn haren nog kammen. En arganolie doen. Dus dat doe ik dus nu nog eerst even. Nou, ik had toen ik de douche uitkwam, ga ik altijd mijn haar even door de baren doen. Zo even, op de kop. De krullen heb. Maar ik ga ook altijd voor de tijd, als ik ga douchen, ga ik altijd eerst mijn haar helemaal loskammen. En na het douchen doe ik dat weer. Maar dan niet zo heel veel. Want anders gaat het mee. Ja. Van mijn haar heel pluizig. En dat wil ik niet. Maar op deze manier werkt dat het beste. En dan doe ik altijd de arganolie erin. Klein beetje.
drie keer uit mijn hand. Spuiten. Dan een beetje over mijn haarpuntjes. En een beetje bovenop. En dan weer schudden. Zo. Oh ja, ik heb toen net weer een haarkoller in gedaan. Een roze haarkoller. Dus het effect. Ik ben benieuwd als ik zo meteen als mijn haren droog is. Dat je een beetje pastelkleur erin ziet. Dus een beetje een haarkoller met pastelkleur. Dat is een haarkoller. En je hebt ook in roze en in blauw. En in paars en zo. Maar ik vond pastel wel mooier. Want knalroze is ook niet te mooi. Nou, ik doe ook altijd een vest aan als ik naar beneden ga, 's avonds. Pak ik gewoon even een vest. Gewoon simpel. Dat wil ik nog net met de camera in mijn handen. Ik moet altijd even kijken hoe en wat, want ik heb mijn camera nog niet zo lang. Nou, deze vest heb ik aan. Die doe ik alleen 's avonds of zo aan. Hij staat niet bij mijn pyjama, maar helemaal niet uit. Maar voordat ik naar beneden ga, ga ik eerst even de douche schoonmaken. Mijn was opruimen en zo, want dat moet ook altijd gebeuren helaas. Dat hoort ook bij. Dus dat ga ik eerst even doen en dan ga ik naar beneden. En ik heb mijn Fila slippertjes even aangedaan, mooie knalroze. En ik heb mijn Fila slippertjes even aangedaan, mooie knalroze. Oeh, de douche droog maken. Dat is mijn hobby. Anders komt er kalk op deze ruiten. Dat gebeurt heel vaak. Hey. Deze wil ik even in de kast neerzetten. Deze op mijn slaapkamer in een mandje, voorraadmandje, die laat ik zo even zien. Kijk, deze mandjes bedoel ik. Hier zit mijn voorraad in. En de douchespulletjes die ik gebruik. Deze ook, ik heb de 4. Dus ja. Nou, wat eten we vandaag? Soep! Yippie! Ik heb heel lang geen soep meer gehad. En deze linzensoep is echt super lekker. Deze is van de Aldi in Duitsland. Dus lekker even opwarmen. Het is echt dikke, stevige soep. Dus juist lekker. Nou, wat is mijn lievelingssoep eigenlijk wel? Is eigenlijk wel die linzensoep waar ik het over had. En Chinese tomatensoep met gehaktballetjes vind ik heel lekker. En groentesoep van mijn oma, die vind ik echt super lekker. Mijn oma kan echt super lekkere groentesoep maken. Zeg maar, als ik op deze knop druk, kan ik heel gemakkelijk... Zeg maar op, hoe noem je dat? Op YouTube, zo via de tv. En dingen terugkijken op NPO. Super handig. Kijk, de B. Sorry, ik heb dyslexie. Dus dan moet ik even zoeken. Oh, hij staat op voor. Handig. Natuurlijk de aflevering van vandaag als die erop staat. Gisteren, die van gisteren, die stond er gisteren nog niet op. Hij staat er dus nu wel op. Maar die van gisteren, die staat er nog steeds niet op. Super irritant. Best wel raar. Onze camera's zijn overal bij. 5 dagen per week volgen we 7 leerlingen tijdens hun eerste jaar op de middelbare school. Dit is Brugklas.
Er zijn pauzes normaal gezien op het schoolplein of in de kantine besteed, brengt hij vandaag noodgedwongen met conciërge de Jong door, op zoek naar zijn mobieltje. Stelen, dat is al gewoon fout. Maar stelen van iemand die je kent, dan ben je gewoon echt een rat. Begin niet. Ik ben aan de pet. Zit er al? Ja. En hebben jullie misschien iets gezien of zo? Nee, ik heb niks gezien. Waarom zouden wij jouw telefoon hebben gezien? Nou ja, ik bedoel, bij de wiskunde houdt hij nog. In de pauze ook. Maar bij Gim was hij weg. Ik dacht, ik heb Milan een verontrustend beeldje gekregen. Wow. Wie is opgeschreven? Ik krijg ook wel weten, dat geen idee. Ik krijg net een anonieme mail binnen van iemand die een telefoon heeft. En die zegt dat ik voor 5 euro terug kan kopen. Hoe ga je dan achterkomen wie dat gestuurd heeft? Ja, kijk, de vraag of ik het geld op mijn plek leg, toch? Ja. Nou, ik heb super, super lekker gegeten. En nu ga ik even brood smeren voor werk. Ik wou net zeggen voor school. Maar voor werk. Want daar hoef ik hem morgen vroeg niet meer te doen, want dan moet ik naar de tandarts. Heb ik super, niet super veel zin in. Nou, ik neem 3 boterhammen mee voor de eerste, tweede en derde pauze. Op boterham nummer 1 en 2 doe ik zeg maar stroop op. Oh nee, eerste en tweede pauze eet ik brood. Tweede pauze 2 boterhammen, een grote pauze en eerste pauze 1 boterham met kaas. En dan neem ik ook altijd een drinkbeker mee, een bidon, hoe je dat ook noemt, bidonbob, van de Maypal, van de blokker. En deze is heel goed, ik laat ze hem er wel even zien, want deze is niet, het lekt niet als ze drinken is het, zeg maar, dus dat laat ik zo even zien. Kijk, deze oranje vind ik heel lekker. En ook nog eens 0% suiker. Kijk, deze lekt niet. Super fijne beker. Bidon. Nou, na het eten neem ik ook altijd een toetje. En ik heb een super lekker toetje. Kijk, dit is super lekkere Oreo ice cookies. Van de Ola. Yummy, yummy. Nou, mijn lievelingsijs is van Schepijs. Vind ik Breno lekker. Stracciatella, bosvruchten. Aardbei, chocolade. Cookie dough vind ik ook heel erg lekker. En van gewone ijs vind ik Magnums lekker. En deze. Zeg maar. Ja. Nou. Ik had een gezellige avond. En een leuke avond. Ik drink 's avonds dus altijd thee. Wat jullie zagen. Lekker lemon thee. Super lekker. Lekker lekker. Ik heb net al gekregen dat het andere dat ongeneeslijk ziek is. Heb ik van mijn moeder gehoord. En ja, ik heb van mijn moeder nog steeds geen berichtje hoe en wat. Als ik nou een andere afspraak moet hebben. Zaten over andere afspraken. Met mijn vader over. Dat een andere afspraak zou zijn of zo. Maar ik ga hem niet pakken, want het is op vakantie. Dus ik zie het morgen wel, ik ga er gewoon heen. En dan zie ik wel wat ze zeggen tegen mij. Dus ja. Ik heb het super koud. Ik ga nu ook even tanden poetsen en dan ga ik naar bed toe. Ik ga nog even op mijn mobiel kijken als ik berichtjes en zo heb. Want ja, dat doe ik meestal altijd. Als ik in mijn bed lig, nog even op mijn mobiel en zo. Nou, ik zoom nou even in omdat ik niet op pad ga en zo nog filmen.
want dat is privé. Nou, dat snap ik op zich ook wel. Maar ja, als ik later mezelf woon, kan ik gewoon wel alles filmen en zo. Maar ik snap sommige privacy dingen best wel. Handdoekje. En ik heb weggesopt. Ik ben weggesopt dus. Nou, ik ben dus nu helemaal klaar voor de avond. Klaar van... blunder. Klaar om naar bed te gaan. En het is echt super koud. Dus ik ben wel blij dat ik lekker onder de dekens ga. En 's ochtends kan ik niet... zo mijn bed uitkomen, altijd. Het is altijd moeite om mijn bed uit te komen, maar dat heeft iedereen wel. Oh ja, ik wil het trouwens over mijn haar hebben. De pastelkleur is echt super mooi geworden. Je ziet hem wel een beetje. Super gaaf. Ik wou het niet te fel hebben. Want te fel lijkt net een heel knalroze punk of zo. Dat weet ik niet. Maar nu ga ik nog even op mijn bed. In mijn bed liggen. Even op mijn mobiel, wat ik net al zei. En dan ga ik lekker slapen. Morgen weer vroeg uit. Dus nog lekker even mijn mobiel checken. Even op Facebook kijken en zo. Dat doe ik meestal altijd. En nog even. Oh ja, ik heb trouwens de Samsung Galaxy J7 2018. Oh nee, 2017. Samsung Galaxy J7 2017. Kijk, je kan me trouwens ook... Sorry voor dat gedoe. Ik weet niet hoe je dat wegkrijgt. Het beeld helemaal getrillen en zo. Je kan me trouwens volgen hier op X-Amy's World blogpagina. Of gewoon de groep van X-Amy's World. Elke vrijdag komt er dus een video van mij. En elke... dinsdag soms een bonusvideo. Niet elke dinsdag soms. En mijn Instagram even checken. Nou. Ik heb. Nog maar één Instagram account. Eigenlijk is dat ook wel voldoende. En ja. Die andere die is gehackt. Ik laat hem even zien. Je moet me dan direct ontvolgen. Kijken, hier. Nou, sorry, nou doe ik het even verkeerd. En dan moet ik zeg maar, Amy X, deze dus. Die is dus gehackt, hier moet je mij dus ontvolgen. Super irritant dat die gehackt is. Stond die leuke foto's nog op en zo. Maar die heb ik gelukkig op Facebook staan. En hier heb ik verder allemaal appjes. En natuurlijk, niet te vergeten, nog even mijn YouTube kanaal checken. Ik heb 820 abonnees. Ik ben er echt blij mee. Ik ga voor de 900 natuurlijk. En dan naar de kaas. Ik hoop dat ik het echt red. Vind je deze video leuk? Vergeet dan zeker niet te abonneren. Te reageren. Te liken.
Als je deze video nu al leuk vindt. Kijk, dit zijn allemaal video's die ik nog niet heb geplaatst. Maar mijn video's komen niet altijd op dezelfde dag erop. Ik zeg maar, ik doe net als andere YouTubers, Bellegraas en zo vooruit vloggen. Dus het komt niet altijd op dezelfde datum erop. Maar deze video is nu de allernieuwste video. Die heb ik een beetje bijgewerkt. Want er was iets mis mee. Geluid was opeens weg. Kijk, deze video's zijn het meest bekeken. Vooral deze van 3 jaar geleden. Beeldkwaliteit is nog niet heel goed van deze. Want hier vlogde ik toch echt met mijn allereerste mobiel. Oh nee, mijn tweede mobiel, dat was de LG. Minder kwaliteit en zo. En ik hou mijn beeld heel recht. En nou weet ik dat ik hem schuin moet houden. Dan krijg ik mooie beeldkwaliteit. Dus kan ik nou nog niet, want ik heb een knieblessure gehad. Lijkt me niet handig om dat nou te doen. En deze die is nog niet zo oud, die is van, die is ook wel wat beter beeldkwaliteit. Die is van 2017, 2 jaar geleden. En nu komt ze meteen door de sprong. Kijk, ik heb heel veel groepsappen. Hoeveel groepsappen heb ik? Kan ik zo kijken naar mijn homepagina. Instellingen. Hier. En dan... Oh nee, ik doe het helemaal verkeerd. 31. Geeft hij aan. Oh, 41. Nou, ik ben nu echt wel moe. Nu ga ik echt slapen. Ik hoop dat jullie deze avondroutine leuk vonden. Zo ja, zeker een blauw duim omhoog. Nog niet geabonneerd, zeker doen. En dan zeg ik gewoon tot de volgende video. Doei doei. Kus kus.